Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Het is rustig weer in Nederland en ook in de directe omgeving, het heeft te maken met een zeer krachtig hoog drukgebied. De luchtdruk is vandaag boven de 1045 hectopascal. De naald op de barometer staat helemaal naar rechts. En dat zien we ook aan het weerbeeld. In de zuidelijke helft van het land komt mist of dichte mist voor. De mist lost maar moeizaam op. Op veel plaatsen blijft het zelfs de hele dag grijs. Waar dat gebeurt wordt het niet warmer dan 2 of 3 graden. In het noorden schijnt de zon wel geregeld en wordt het 6 of 7 graden. Vanavond komen er meer opklaringen vanuit het zuiden, wordt het opnieuw nevelig of lokaal vormt zich mist. Komende nacht gaat het veelal licht vriezen. Dan morgenochtend lossen de mist en nevel snel op en dan uiteindelijk schijnt de zon geregeld bij 3 of 4 graden als maximum temperatuur en een matige zuidelijke wind. Dan de laatste dagen van het jaar, vrijdag en zaterdag, middagtemperatuur rond de graad of 3. vooral vrijdag nog wel zonnige periode. Zaterdag raakt het geleidelijk aan bewolkt, en rond de jaarwisseling zouden misschien een spatje motregen kunnen vallen. Op nieuwjaarsdag valt er meer regen bij een graad of 4. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.